Allesbehalve Oké is een boek dat gaat over een meisje dat op één dag seks heeft met twee verschillende jongens. Dat loopt compleet uit de hand. Het wordt bekend bij meerdere mensen, bij heel veel mensen, dat ze dat gedaan heeft. En de boodschap van dit boek is, dat is niet oké, dat daar zo'n drukte om gemaakt wordt. Ik vond het boek fantastisch omdat het me niet alleen liet zien dat het niet normaal is dat er zo'n drukte om gemaakt wordt. Iedereen is de baas over zijn eigen lichaam. Als dat meisje het oké vindt om dat te doen, moet ze het vooral doen. En waarom worden de jongens niet voor gek gezet op internet? Als lezer merkte ik dat ook ik dat normaal vond, dat de jongens er wel mee wegkwamen en het meisje niet. Izzy, de hoofdpersoon, weigert zich daarmee neer te leggen. Die accepteert niet dat ze voor gek gezet wordt. En dat vond ik zo verhelderend en dat heeft mijn kijk op de dingen totaal veranderd. Ze blijft rechtop staan en ja, ze heeft er last van, maar zij heeft ook mijn kijk veranderd op dat het allesbehalve oké is. Dit boek zal ieder meisje en iedere vrouw echt moeten lezen.